Hoi, goed. We gaan lekker stretchen. Maar eerst gaan we eventjes alle spieren en gewrichten eventjes losmaken. En we gaan eigenlijk per lichaamsdeel gaan van boven naar beneden. Ik zal jullie er doorheen leiden. Maar je mag eigenlijk gewoon zelf weten wat je doet. Kom eventjes staan. Voeten ietsje uit elkaar. Rechtop, schouders laag. En dan starten we met het hoofd. En dan mag je allemaal bewegingen gaan maken. Langzaam. Die je met je hoofd kunt doen. Dus kijk naar alle kanten. Rol met je hoofd. Kijk opzij. Andere kant. Eventjes alles losmaken. Oké, gaan we door naar de schouders. Kijk wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt de schouders rollen. 1 voor 1 of allebei tegelijkertijd. Van voor naar achter. Dus naar je oren optrekken. En weer naar beneden. En dan komen je armen erbij. Met je ellebogen. Houd het nog steeds langzaam. Vooral als je heel lang niet gedanst hebt of gebogen hebt, dan kan alles nogal stijf aanvoelen. Tenminste. Zo is het bij mij. Goed, polsen. En de vingers. Goed, gaan we door naar de buik en rug. Ja, dat is nogal een rare, maar kijk welke kanten je allemaal op kunt. Je staat hopelijk toch alleen in je woonkamer of buiten. Er is niemand die op je let. Kijk of je van de ene kant naar de andere kant kan gaan. Schuin, diagonaal. En gaan door naar de heupen. Dus zoek alle uitgangspunten zoek die op, alle uiterste. Ook hier. Je bent alleen, of in ieder geval. Niemand kijkt naar je. En in de knieën mee. Benen. En gaan we door naar de voeten. En de enkels, de tenen. Oeh, alles kraakt en knapt. Goed. Gaan we eigenlijk starten met de stretch. Mocht je mij volgen. We beginnen met een adem in. Armen komen op. En vingers drukken naar beneden. Buig je benen. En half op. Naar flat back. Roll op. Ondertussen blijf rustig doorademen. Dus adem in. En druppel naar beneden. En flat back op. Strek je benen. En roll op. Nu rol je schouders naar achter. En nu hele armen. Door omhoog. Kijk omhoog naar de arms. En rollende polsen naar beneden. Dat doen we nog een keer. Dus, rollende schouders. Hele armen. Helemaal door omhoog. Kijk omhoog. En rol naar beneden. Stappen op onze rechterbeen. Trek je been op. En enkels los. Nu je onderbeen gaat mee. Trek je been in. En stap terug. Andere kant. Dus stap erop. Ja, misschien vraag je je af waarom ik nu zo schuin sta. Maar soms doe ik dingen dadelijk. Of heb ik al gedaan. En dan is het fijn als je alles goed kunt zien. Goed, arm komt zij. Steekt over. Rond. En andere kant. Dus zij. Alsof je de muur wil aanraken. Maak hem ietsje groter. Dus zij. Probeer alle spieren lekker te voelen. Lekker los te maken. Zij.
los. Goed. Blijf beneden. We gaan zitten. Armen om je knieën. Maak je helemaal bol. Gaan we door naar een rugstretch. Arm gaat naar achter. Maak een grote cirkel. En kom terug. Met je andere arm kun je jezelf tegenhouden. Terug. Dat doen we nog een keer. Dus. En probeer ook mee te kijken voor zover dat gaat. Laatste keer. Nu schuif je benen vooruit. En stretch. Hop, hop. Armen naar achter. Doen we nog een keer. Dus voor. En. Laatste keer. En. Laat je handen achter. Schuif naar achter. Nu trek je knieën in. En omhelzen. Nu probeer kleine rondjes te draaien. Pak je knieën vast. Dat is heel lekker voor je onderrug. Op de andere kant. Nu armen zij. En laat je knieën maar vallen naar de linkerkant. En misschien kun je zelfs met je hoofd de andere kant op kijken. Voel de rek. En kom weer terug in het midden met je benen. En laat ze naar de andere kant vallen. Armen zij. Hoofd tegenovergestelde van je knieën. Ontspan. Probeer de spanning los te laten. En kom weer met je knieën op. En schuif alles uit. Je benen uit naar voren. Maak je eventjes helemaal lang. Vingertoppen. Trek aan de ene kant naar boven. Tenen trekken naar beneden. Blijf lekker doorademen. En laat los. Armen komen naar de zijkant. Blijf er eventjes liggen. Mag je ogen eventjes dicht doen. Je hebt je lichaam eventjes flink wakker gemaakt. Met rekken en strekken. Alle kanten op. Boven, beneden. Links en rechts. Diagonaal. En nu eventjes lekker liggen. Dan wil ik jullie bedanken dat jullie mee hebben gedaan met deze stretch. En ik hoop jullie snel weer te zien.